Nou, we zijn deze vlog. We zijn klaar met pellen. Was een hoop werk, hè Chase? Nou, we hebben hier de koppen. Daar gaat ze soep van trekken. We hebben hier het vlees. Daar worden barbecue spiezen van gemaakt. Afval. En nog meer afval. Dus, dan gaan we koken. En dan gaan we kijken wat we daar voor lekkers van kunnen maken. Hoppie toppie. Ja, weer eens wat anders dan een visvideo. Het heeft natuurlijk wel met beestjes te maken onder water. Wat heb ik gemaakt? Een kreeftenfuikje. Heel simpel. Zelf gemaakt van kippengaas. Gewoon een stuk opgerold. Aan elkaar gebonden. Zodat je een cilindervorm krijgt. Nou, op de kopse kanten ook dicht. Vlechten is het eigenlijk gewoon, ja, je knipt hem wat langer af zodat je hem om kan vouwen. Opening erin maken. En dan krijg je aan deze kant een trechter. En aan deze kant een trechter. Zodat ze aan beide zijden erin kunnen. Nou, dan doen we aan de bovenkant een hengseltje. Zodat we hem recht kunnen laten zakken. En aan deze kant. Heel simpel open geknipt, de helft met een klein haakje, zodat we hem dicht kunnen doen. Heb je dan kreeften of wat er dan ook in zit, nou, luikje open, ondersteboven houden, boven een emmer en binnenhalen. Dan doe ik er 3 stenen onderin, zodat hij mooi zinkt. En als aas heb ik een zakje met muggengaas. Dat is lekker robuust. Nou, voorheen deed ik wel eens een dood visje erin of een stukje worst. Nou, dat werkt ook heel goed, maar heel kort. Want de kreeften die erin kruipen, die eten dan dat aas op. Ja, dan ben je na een uur, anderhalf uur, de attractie kwijt. Dan kruipen ze niet meer in je fuikje. Nou, nu duik ik gewoon bodies in en heb ik gewoon aan elkaar geniet. Gewoon een zakje. Maar deze zijn in ieder geval ook heel erg resistent tegen het toch wel scherpe klauwtjes van de kreeft. Het enige wat ze doen is zo erin knijpen. Nou ja, ze crushen de bodies eigenlijk verder. Komt alleen maar meer geurspoor vrij. Werkt alleen maar beter. En er ligt altijd attractief aas voor de kreeften in je fuik. Dus dat werkt echt heel goed. Dus die gaan we nu even vervangen. Oké. Oude bodies eruit. Ja, ik gebruik voornamelijk gebaseerd op vismeel. Dit is vismeel met knoflook. Nou, dat werkt toch wel het beste. Tenminste, in mijn geval. Ja, wil je wat anders erin gooien, gooi je er wat anders in. Ze eten eigenlijk alles. Maar dit stinkt echt. Dus ja, ik denk wel dat het goed werkt. Ja, je kan die fuik eigenlijk in Nederland zowel bijna aan elk slootje, vijvertje, als het maar ondiep is. En baggerig. Ja, ze zitten bijna overal. Het is één grote plaag. Dus je doet Nederland er alleen maar een plezier mee. Ja, wat je er verder mee doet, of je ermee gaat vissen of opeten of wat dan ook, dat moet je zelf weten. Zo, dan hebben we dit. Helemaal goed. Nou, die duwen we er dan. Dat is zo op de bodem van de fuik. Hoppakee. Zo. Erin. Met de stenen. En dan is die klaar om weer. In het water te gooien. Je kan natuurlijk ook gewoon kant-en-klare fuiken kopen. Dat kan ook. Maar ik vond het leuk om het zelf te maken. Ik heb toch een hoop kippengaas over van het kippenhok en noem het maar op. Dus ja, een beetje knutselen.
altijd leuk. Zijn we er weer klaar voor? Gaan we hem uitgooien? Ja. Oh, gaan we weer. Zo, die ligt. Dan laten we hem heel de nacht liggen. Tot morgenochtend. Voordat ik naar mijn werk ga, haal ik hem op. Dan kijk wat erin zit. Ik gebruik wel een zinken touwtje. Want de kinderen, ja, ze zien hem en dan ben je hem kwijt. Of ze halen hem leeg, ze stampen hem kapot. Dus ik gebruik een zinken touwtje. Dat is wel een ervaring die ik heb ondervonden. Nou, hij ligt nu een uurtje in. Of we wat hebben. Ah, het ziet er goed uit. We hebben de, er zitten ook een paar mini visjes in. Ja, het zakje met bolies, die gaan we even verversen. De vissen gaan terug. Giebeltjes. Stenen voor het gewicht. Die gaan we ook weer terug doen. Hoppakee. De vangst, een uurtje. Drie kreeften. Ik ga hem nou even klaarmaken voor vannacht. Vers aanstrim. Ga ik even laten. Goedemorgen. We hebben nou de hele nacht gelegen, dus ik zie er niet uit. Maar goed, we gaan even kijken of er wat in zit. Nou, we hebben er maar. Het is niet veel. We hebben er drie. Oh, deze was onderweg ernaartoe. Kijk. Deze zat nog in de ingang. Nou, die heeft pech. Drie stuks. Geen vissen dit keer. Daar zitten ze. Doelrakjes. Nou, gaan we eens even in het grote bassin gooien bij de rest. Schoonmaken. Ik ga hem nou binnenhalen. Ik ga hem niet meer uitgooien, want ik heb er nu meer dan genoeg. En dan kan een vrouwliefde wat lekkers van maken. Tot zo. Doei. Waar is hij weg? Heb je een mini-schaartje? Papa, ik heb een mini-schaartje inkreeft. Echt? Oh, inkreeft. Vechten. Kijk eens even hoeveel. Dan gaan we de rest even erbij doen. Dan gaan we het water weer even spoelen. En dan kunnen ze vanavond kunnen ze chasen. Wat zegt het? Dat zegt stop. Want die zegt hou op. Dan gaan we deze even in de bak doen. Dan gaan we het water spoelen. En dan gaan ze vanavond in de pan. En dan gaan we kijken wat mama ervan gaat maken, of niet, Chase? Ja. Ja? Ik ga even het water spoelen. En dan, maar ja, dit is de vangst van 2 dagen het vuikje neerzetten. Ja. Ik zal het eens even laten zien. Oeh,
zag er... Ik zie de koning, die is daar. Zo. Kijk, daar is de koning. Ja, dat is die hele oude. Nee, dat is die helemaal rode. Nee. Oh, die niet. Dat is een... Die daar. Oh, dat is de koning, ja, die heeft wel echt grote scharen. En de vrouwtje is ook rood, dus dat is dan de koningin en die daar. Tammy. Lekker hoor. Nou, gaan we het eerst vers water bij doen. Hoppakee. Nou, we hebben alle kreeften gekookt. Dan is dit het resultaat. Dan stopt Chase even in het koele water. Dan blijft dit over als kop. Daar kunnen we nog mee de smaak mee trekken in de soep. Nou, dit is uiteindelijk het vlees dat overblijft van de kreeft. En dit is het afval. Even eentje uit het, uit het koude water. Pak je een beet. Nou, het vlees zoals ze nog warm zijn, dan moet je eigenlijk het darmkanaaltje. Dus je pakt het staartje. Pak je het staartje en draai je een paar keer. Als het goed is, kun je hem dan zo het darmkanaaltje eruit trekken. Nou, dat lukt natuurlijk weer niet. Helaas binnenkaas. Je pakt een beet. Achterkantje. Voorkant. Even draaien. Dan heb je de kop en het vlees. En dan is het priegelwerk waar niemand zin in heeft natuurlijk. Ik ook niet. Is wat het is. Zo, hoppa, oh, sorry. Even spoelen. En dan heb je hier het mooie stukje rivierkreeft. Nou, we hebben nog genoeg te doen. Dus we gaan nog even verder, hè, Chase? Ja! Ja! De barbecue en een salade als ik hem over heb. Ligt er een beetje aan de veel koken. Duimpje eruit. Kijk hoe mooi deze is. Die is zeker mooi. Die is mooi voor de presentatie. Even draaien. Krak, krak. De kop. Die gaat hierin. En dan is het gewoon pellen. Sorry. Ja, ze zijn hard, hè, Chase. Ja, maar deze is te hard. Oh. Even spoelen. Oké. Okay. En kijk eens aan. Ja. Een mooi... Goed gedaan, schatje. Ja, nu is het een streekproduct, maar het is natuurlijk een exoot. Dus ja, hoe moet je het nou noemen? Geen idee. Kreeftensoep? Ja, want het is kreeft en je kan er soep van maken. Nou, moet eens kijken hoeveel vlees er vanaf komt. Kijk eens. Lang aan werken. Zo kun je ze er ook uit halen. Ze helemaal klaar zijn. Duimpje. Ah. Spoelen. Kan iemand deze voor mij doen? Deze vind ik iets te moeilijk. Maar we gaan even verder. Ja, hebben. Dus tot dadelijk. Doei. Tot dadelijk. Tot dadelijk. Nou, we zijn bij deze vlog. We zijn klaar met pellen. Was een hoop werk, hè, Chase? Nou, we hebben hier de koppen. Daar gaat ze soep van trekken. We hebben hier het vlees, daar worden barbecue spiezen van gemaakt, afval en nog meer afval. Dus dan gaan we koken en dan gaan we kijken wat we daar voor lekkers van kunnen maken. Hoppie toppie. Net... Ga je kreeftensoep eten? Nee. Jawel. Nee. Jawel. Super lekker, heel gezond. Daar is wat leer van. Ja, daar liggen ze. De barbecue chashliks met kreeft.
helemaal paraat. Lekker hoor. En we hebben natuurlijk ook nog stoom op de lens. Van de koppen wordt de soep gemaakt. Oh, wat een delicatesse. Alsof we in een restaurant zijn. Dus. En dit. Dit is dan eigenlijk zeg maar de minder mooie stukjes vlees. Die je niet goed aan de spies krijgt. Nou, die gaan dan nog bij de soep. Nou, helemaal top. Dus. Kreeft. Eet smakelijk.